surfproject is een initiatief van Boardshorts en Surfschool Zandvoort. En dat houdt eigenlijk in dat we de kinderen met een beperking drie weekse cursus surfen geven. En laten kennis maken met golfsurfen. Die krijgen daar zelfvertrouwen van. En een gevoel van eigenwaarde. Ze mogen meedoen aan een stoere sport, die normaal gesproken niet toegankelijk voor ze is. Die helemaal recht zijn. Wat is het belangrijkste bij het surfen? Dat het leuk is. Ja, heel goed. Het enige goede antwoord. En een klein beetje de veiligheid natuurlijk, hè. Nou, we gaan zeg maar op de surfplank en dan moet je heel hard peddelen en dan komt er een golf en die neemt je mee. En dan zeggen de meesters en die even peddelen. En dan komt er zo'n golf. Dus die gewoon echt heel hard. En dan ga je zo het water. En ga je ook al een beetje staan op de plank? Nee, dat nog niet. Ik vind het ook echt een ontzettende eer dat er iets wordt georganiseerd voor kinderen met een beperking. Want ze blijven heel vaak op de bank zitten. Dat is natuurlijk een beetje negatief, maar... Er is heel weinig voor hun. Fantastisch dat ze zo gelukkig wordt van iets wat zij mag en wat haar broer en haar zus bijvoorbeeld niet mogen. Dat vindt ze echt helemaal geweldig. Waarom heb ik dit pak aan, Suzanne? Nou, Maxime, het leek ons eigenlijk wel heel erg leuk als jij het water ingaat met de kinderen. Want dan kan je echt van dichtbij merken wat het met die kinderen doet. Ik zie er een klein beetje tegenop, maar ik heb ook heel veel zin in. Ja, heel even veel kijken. Heel veel succes. Het is vooral heel leuk. Wat is dat? De surfteken. Zullen we die nog een keer samen doen? Ja. Maxime Ten Hag voor het RTVNH, Zandvoort Beach.